Kijk hoe dood het is in mijn straat. Het is fucking zondag en er is niemand. Het is fucking Blankenbergen en er is niemand in mijn straat. Gewoon fucking dood vandaag. Maar het is zondag en ik ga naar mijn oma en opa. En omdat ik weet dat jullie dat cool vinden als ik zo dingen doe, neem ik jullie mee naar mijn oma en opa. Dat jullie die ook een keer zien. Dus ja, nu sta ik hier in mijn dode straat. Het is fucking koud. En ik weet serieus eigenlijk echt niet wat ik doe op de midden van de straat. Maar oké, okay. We gaan naar mijn oma en opa. Doe zeker een duimpje omhoog. Ik ben Acid en ik zou zeggen, ja, let's go. Mijn haar is nog fucked upper dan mijn dode kat op mijn microfoon. Het weer is zo nergens goed voor. Mijn haar is helemaal geboekt. Dat is geen jas. Dat is een trui. Allee, kom dat mee. Wat vind je van mijn haar? Mooi. Mooi. Schatje, doe dat dan? Ja, gelijk. Anders stink ik helemaal naar je. Wat gaan we eten vandaag? Worteltjes. Worteltjes. Nou, moet je weten dat jij kwam, gingen we boontjes gedaan. Ja. Nou, ik eet liever worteltjes dan bonen. Ah ja. Ik kom hier al 10 jaar eten. Ik zeg al 10 jaar en je weet dat nog altijd niet. Is daar volledig niks verkeerd mee. Nom. Die kwaliteit is echt niet normaal van die camera. Maar echt niet. Het is echt een mooie camera. Ja, het is heel mooi. Ja, maar ik ga eten. Kijk, lekker. Ja. Ja, joh. Waarom heb je de Joepie gekocht? Omdat ik dacht dat hij erin stond, joh. Ik sta niet in de Joepie, Justin Bieber wel. Mijn oma houdt alles bij wat ik ooit in de krant heb gestaan. Daar sta ik, in het grijs, met een dikke smile op mijn gezicht. Want ik haat school. Hey, Lil Nathan. Hey, die is echt leuk. Die foto is ja, echt hey. Ja, hey. Dat ben ik! Het is altijd fijn aan je oma dat ze alles bijhoudt van ooit. Maar echt van gewoon ooit als je één keer mini in de krant hebt gestaan. Het is altijd cool als je in de krant staat. Het is altijd cool als oma dat bijhoudt. Oh shit, hier was ik gewoon nog jonger en hier was ik lil badass op de quad. Ik was beast. Oké, okay, maar nu ga ik terug naar huis, want ik word ziek van mijn eigen haar. En het is echt niet normaal. Oké, okay, ja. Blankenbergen is nog altijd zo dood als iets. En ik sta hier nu ook gewoon in een fucking random straat. Maar we hebben iets speciaals. Ik ga dit openmaken als ik thuis ben, want het is echt fucking awesome. En what the fuck is er met mijn haar? Het is echt illegaal. Het is opnieuw een kakje. We zijn opnieuw kakjes, man 3000. Maar ja, oké. Okay. We gaan nu naar huis met mijn fiets, want ik heb nog een verre weg te gaan. We moeten door heel Blankenbergen en daar heb ik eigenlijk echt geen zin in. Maar oké, okay, wat moet gebeuren, dat moet dus. Let's go! Ja, we zijn thuis. En holy shit, mijn handen. Ik weet niet wat. Die shit. Ja, mijn handen zijn er helemaal aan. Ik weet niet of ik nog lang ga leven. Wat ik wel weet is dat ik eindelijk thuis ben. En ik hoop dat het warm is binnen. Er is net de auto achter me gereden. Holy shit, er is nog een beetje leven in Blankenbergen. Ik vries helemaal dood, dames en heren. Het is niet legit. Je zou denken dat het warm is of zo. Je ziet zo echt de zon. Maar nee, het is ijskoud. Echt wow, joh. Ik ga naar binnen. Zoals jullie eerder vandaag al gezien hebben, ben ik naar mijn oma en opa geweest. Na heel lang gesprek met hen te hebben over allemaal fucking random shit, kwamen we ineens op het onderwerp camera's. En toen zei mijn opa dat hij nog een oude videocamera had leggen. Maar dit ding is heel mijn papa zijn jeugd gefilmd. Ik vind het serieus een fucking vet ding en dit is gewoon ja, het begin van film. Als je het vergelijkt met al de mogelijkheden dat we nu hebben, was dit echt, ja, dit ding was gewoon de shit. En er is weer een mevrouw heel raar met haar hond aan het wandelen voor mijn huis. Ik zweer het, als die hond kakt. Ik ben wel super blij dat ik deze camera heb. En ik ga sowieso proberen er iets mee te doen. Hoe moeilijk het ook gaat zijn. Ik heb er zelf een flits voor gekregen van mijn opa. Het is echt een volledige setup voor een zieke camera. Kijk, het probleem met deze dingen is, je filmt met deze soort dingen. En ik weet echt niet hoe ik dit ooit ga moeten overzetten naar mijn fucking computer. Oké, we can always watch the tutorial, hè. Yes. Maar ik denk dat tijdens dat ik jullie eens iets belangrijk vertel. Want er is een beetje onduidelijkheid over één bepaald onderwerp. Vandaag gaan we het niet zomaar hebben over iets. Vandaag gaan we het hebben over de enige echte pikvis. Doorheen de week zie ik superveel leuke foto's van kinderen die pikvissen tekenen op borden op school, op whiteboard, zoals ik hier eentje heb. Op allemaal verschillende dingen tekenen jullie pikvissen. Dat is supergoed, want de pikvissen zijn met uitsterven bedreigd. Natuurlijk heb ik nooit echt veel verteld over de pikvis en heb ik het verhaal gewoon eens in 1 seconde verteld aan jullie. Vandaag is de tijd dat ik jullie een kleine leuke geschiedenisles geef over de one and only pikvissen.
Vesius Dicus Balzacus. Dat is de volledige Latijnse naam, maar wij zeggen natuurlijk gewoon pekvis. Pekvissen worden het meeste gevonden op school. Op stoelen, whiteboards, blackboards. Ja, blackboards. Onze school gebruikt nog krijtborden. Op alles op school, dat is gewoon het favoriete plekje van de pekvis. Zoals jullie kunnen zien, is de pekvis eigenlijk gewoon een vis met een pek. Meer moet je er echt niet achter zoeken. Het is gewoon een vis en heeft een pek. Er bestaan geen vrouwelijke pekvissen. De pekvis is alleen. Daarom is zij zo met uitsterven bedreigd. De enige manier hoe hij kan voortplanten is door getekend te worden. Alleen door getekend te worden kan een pekvis verder leven. Seksueel contact tussen pekvissen bestaat niet. Je tekent ze en dan leven ze op die plek, op dat voorwerp. Vanaf jouw leerkracht met een borstel de pekvis van het bord doet, is er één pekvis gestorven. Pekvissen houden niet van water. Met water was je ze weg. Ze houden gewoon van, ja, random shit. Een paar weken geleden, ik denk op kerstmis, was ik mijn kamer aan het opruimen en vond ik een tekening van een pekvis. En toen kwam het terug in mijn hoofd. En toen ben ik weer pekvissen beginnen tekenen. Toppie! Maar natuurlijk had ik jullie hulp nodig, heb ik uitgelegd. Jullie zijn ook pekvissen beginnen tekenen. Awesome! Mama, ja, wat vind je van de pekvis? Goed, vrij origineel. Heb je geen opmerkingen erover? Nee, de pekvis. Marcel, pekvis? Muis. Muis. Ja, maar je mag ook gewoon je eerlijke mening geven over de pekvis, hoor. De pekvis, ja, het is goed. Velen van jullie denken waarschijnlijk dat de pekvis een tekening is en dat het gewoon fake shit is. Daarom ga ik jullie tonen dat pekvissen ook in zout water leven. Fuck de wind! Fuck de koude. Mijn hand gaat eraf vallen. Okay. Ladies and gentlemen, let me show you. Welkom aan de fucking zee. Dit is waar ik woon. In het holletje waar niks te zien is. En waar er een fucking ding in het water staat. Ja, daar woon ik. Er is hier eigenlijk niks. We zijn op een moment gekomen dat ik mijn hand niet meer voel. Ik denk dat dat niet positief is. We zijn wel al iets dichter bij, I don't know, in de zee of zo. Zien jullie die kleine drolletjes hier zo in de zee? Dat zijn gewoon serieus mensen die gewoon echt motherfucking veel moed hebben om nu in de zee te gaan. Wat wil jou? Het water is waarschijnlijk min 10.000 of zo. Jongens, de tijd waar jullie hebben op gewacht. Het is nu. Nu gaan wij pekvissen spotten in de motherfucking Noordzee. Oké, welkom bij de zee. Dit is de zee. Ik weet dat het ziet er fucking raar uit op die camera, maar dit is dus de zee. Wij gaan hopen dat er pekvissen komen als we hun naam roepen. Dus let's go. Pekvis! Pekvis! Waarschijnlijk moeten jullie allemaal op like drukken nu en dan komen er pekvissen. Dus druk nu op like en dan komen er pekvissen. Check it. Kijk, ik hoop dat jullie op like hebben geklikt. Oké, kijk daar. Hier zo is het schuim van de pekvissen. Oh my god, daar een pekvis! Oh baby. Oh my god. We hebben al één. Oh my god, één pekvis. Another one! Oh, nog een pek. Oh my god, dames en heren. We zitten hier gewoon in de kern van de pekvis. Dat is niet normaal. Ik heb nog nooit zo. Oh my god. En nog een pek. Oh my god, dames en heren. Wat is dit? Het zijn allemaal pekvissen. Holy. Ja. Ik vind het niet normaal. Het is serieuze eer om hier gewoon aan de zee te staan. En dat er hier allemaal gewoon motherfucking pekvissen in het water zitten. Het is epic. Het is een once in a lifetime experience. Het is een memorabele dag voor de wetenschap en voor de pekvis. Het is epic. Het is geweldig. Er is daar weer één keer gewoon YOLO in het water aan het paddelen. Echt een beast. Gewoon een motherfucking beast. Oké, we gaan terug. Oké, beter. Mijn mama is om frietjes geweest. Wij hebben pekvissen gespot. Ik ga frietjes eten. Mijn handen voel ik helemaal niet meer. Die kunnen nu gewoon afgezet worden. Ik zou het niet voelen. Mijn lens is nog steeds bedampt. Dat is niet zo goed, hé. What the fuck? Deze lens heeft AIDS als hij beslagen is. Oké, dan moeten we fixen. Oh, eindelijk in mijn kamer gegeten. Ik denk dat ik ga ontploffen. Ik kan niks meer eten. Ik kan geen eten meer zien. Het leven is gedaan, dames en heren. Het leven is gedaan. Ik ga ontploffen. Ja. Vandaag hebben we pekvissen gespot. Hebben jullie mijn oma en opa gezien? Heb ik frietjes gegeten? En heb ik eigenlijk geen hol gedaan? Maar we hebben pekvissen gespot. En nu weten jullie wat pekvissen zijn. Dus dames en heren, vergeet zeker geen duimpje omhoog te doen. Ik ben Acid. En ik zou zeggen, ja. Hallo.